Hallo allemaal, welkom bij deze instructievideo. Deze video is voor deel 6 van de Scheepjes Crochet Along 2020. Het heet de Natural History Cal en is ontworpen door Christina van A Spoonful of Yarn. In deel 6 gaan we mooie randen om onze deken haken. We gaan deze rand hier met die schelpjes haken en we gaan ook echt de buitenste rand eromheen haken. Voor dit deel heb je beide haaknaalden nodig. Dus voor mij is het een 3,5 en een 4 mm haaknaald. Want ik gebruik het Scheepjes Stonewashed pakket. Maar je kunt natuurlijk ook een Color Crafter pakket hebben. Dus in deel 6 weer heel veel details. Ik ga je hier stap voor stap doorheen nemen. Ik wil je bedanken voor het kijken. En laten we beginnen. Toer 85. Ik heb kleur 1 op mijn naald. En we beginnen in enige hoek met 2 halfstokjes, 2 losse en 2 halfstokjes. Dus dat is je nieuwe hoek. Dus het maakt niet uit aan welke kant je begint. Er zijn dus 2 halfstokjes, 2 losse en 2 halfstokjes. 1 en 2. Nu gaan we op elke steek een half stokje haken en ook die eerste, die zit hier een beetje verstopt, die eerste steek. Nou, op elke steek een half stokje en zo ga je helemaal rond. Wanneer je bij de volgende hoek komt, via dezelfde hoek, dus 2 half stokjes, 2 losse en 2 half stokjes. En wanneer je helemaal rond bent, sluit je op jouw eerste steek met een onzichtbare sluiting. Dus dat is belangrijk bij deze toer. Voor de rest gewoon lekker rustig doorhaken. Toer 86. Ik heb kleur 3 op mijn naald en een goede kant naar me toe. De reden waarom ik zeg goede kant is, we gaan nu een aantal keer ons werk keren, dat je voor en achter alterneert. Op dit moment nog steeds de goede kant naar je toe. We beginnen in de hoek met 2 stokjes, 2 losse en 2 stokjes. Dus een staand stokje. Dus 1, 2 stokjes, 2 losse. En 2 stokjes. Zo. De zijkant. De eerste steek slaan we over. En dan vanaf de tweede tot het einde een relief stokje achterlangs. Dus de eerste, deze slaan we over. Nou, dat is oké. Dan kom je dus naar de tweede steek. Daar omheen van de achterkant. Relief stokje achterlangs. En dan de tweede. Je ziet, de eerste is overgeslagen, de tweede begin je, de derde. En nu een relief stokje achterlangs op elke steek tot aan de volgende hoek. Nou, en daar haak je dus weer deze hoek hier ook. Dus 2 stokjes, 2 losse en 2 stokjes. En zo ga je helemaal rond. Als je terug bent naar je laatste steek, sluit hier op deze eerste steek met een halve vaste en laat ook je draad zitten. En als je helemaal rond bent, ben je op de eerste steek, dat eerste stokje met een halve vaste. Dan gaan we nog even met een halve vaste naar de volgende steek. En dan naar de 2 losse opening. En nu keer je werk echt om, dat je de achterkant naar je toe hebt voor de volgende toer. Toer 87. Je hebt nu de achterkant van je werk naar je toe. Dus je ziet hier ook met draden zitten, de achterkant naar je toe. Je bent in die 2 losse opening. We beginnen met 2 losse. Dit telt als je eerste half stokje. Dan in dezelfde opening nog een half stokje. 2 losse. En nog 2 half stokjes. Dus 1. En 2. Zo. Dus je hoek is, ja, zeg maar 2 half stokjes, 2 losse, 2 half stokjes. Nou, voor de rechterkant. We gaan de eerste steek overslaan. Dat is deze steek hier. En dat is eigenlijk heel fijn, want daar zit ook die halve vaste in. Dus deze hier, die slaan we over. En je komt naar de tweede steek. En dat is jouw staande steek van de vorige toer. En je ziet hier zit het knoopje van de staande steek. Dus eigenlijk, dus ja,
En je hebt ook nog die halve vaste daarin. Dus, maar in die steek, of je moet al omslaan, gaan we een half stokje haken. Een half stokje in die steek. En zoals ik zeg, het is echt even goed die steek pakken. Zo. En dit is dan de eerste steek. Zo. Bij de volgende zijkant is het makkelijker, omdat je dan niet het staande steekje hebt, maar kun je gewoon de tweede steek pakken. Dus dit is, dus het tweede steek is het eerste half stokje. We gaan 12 half stokjes haken. Dan is dit hier nummer 2. Dus 3 tot je er 12 hebt. 4. En 12. Zo. 12 half stokjes. We beginnen nu met een herhaling dat we 7 keer gaan doen. Dat zijn 2 lossen. Je slaat de volgende steek over. Dus deze steek sla je over. En de steek erna. 2, of het eerste half stokje van 25. Dus 2 lossen. Een steekje overslaan en dan een half stokje. En dan doen we dus 25 half stokjes. En dit, deze herhaling is dus ook iets langer dan de vorige. Kijk, hoeveel heb ik er nu? 1, 2, 3, 4. Ja, dus dit weer is 5. Ga ik door dat ik er 25 heb. 6, 25 half stokjes. Zo. Nou, dit stukje, beginnend hier bij die 2 lossen, dus een steekje overslaan en dan 25 half stokjes. Dan moet je nog 6 keer herhalen, 7 keer in totaal. En als je dat hebt gedaan, heb je nog een stuk of 12 steken over aan het eind van de zijkant. Dan zie ik je ook terug. Dus herhaal dit nog een aantal keer. 2 lossen, sla een steekje over en dan 25 half stokjes. Ja, als je de herhaling 7 keer hebt gedaan, ben je op dit punt hier. Dit is dus de laatste keer 25 steken. En dan moet je er nog 13 steken over hebben. Ja, dit hier, dat is je laatste steek. Dus dat zijn er nog 13. Nu gaan we eigenlijk een halve herhaling nog doen. Dus dat is 2 lossen. Sla 1 steekje over, dat is de volgende steek. En dan steek erna een half stokje. En dit is dan weer de eerste van 12. Dus dit is het, ja, is eigenlijk een spiegeling van aan het begin van deze zijkant. Kijk, dat zijn 3 half stokjes, dus ik moet er 12 hebben. 4, 5, 11. En nu de laatste. Die laatste steek, nummer 12, is hier op, ja, en dat lusje daar, dat lijkt een beetje raar omdat je net voor die losse opening zit. Dus ook om het, gewoon omdat je van de andere kant komt. Dan is dat nummer 12. Dus je hebt nu 12 half stokjes. In de losse opening weer dezelfde hoek. Dus dat zijn 2 half stokjes. 2 losse. En 2 half stokjes. En nu gaan we op de volgende zijkant precies herhalen wat we nu ook gedaan hebben. Dus de eerste steek overslaan. Dus als deze, als je hem goed kijkt, dit is de eerste steek. Die sla je over. Kom naar de tweede steek. En daar haak je het eerste half stokje in. En dit is dan weer de eerste van 12. Dus je ziet daar is dat steekje overslaan, kom je naar de tweede. Dan weer 12 half stokjes, naar 2 lossen, dan 25, nou, et cetera, et cetera. Dus ga helemaal rond en wanneer je op de eerste, terug bent bij het begin, op de eerste steek, op die 2 lossen, ga je sluiten met een halve vaste en afhechten. Toer 88, kleur 1 op mijn naald en ook de goede kant van je werk naar je toe. Nou, we gaan beginnen met een relief vaste achterlangs om de eerste steek naar de hoek. Dus hier is de hoek. En ik ga hem even van de andere kant pakken. Dat is even makkelijker om te laten zien. Maar hier dus om deze eerste steek zo. En ook dan tussen die 2 pootjes zo. Maar wel van de andere kant gaan we een relief vaste achterlangs maken. Dus om het eerste steekje naar de hoek. Dus steek je naald eigenlijk door de hoekopening. Om de staander. En dan aan de andere kant weer naar buiten, naar achteren.
pak je hem op. Je ziet hier gaat hij voorlangs en een vaste. En als je dan kijkt, daar zit hij. Daar. De zijkant. We beginnen met 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5 lossen. En dan gaan we 4 steken overslaan. Maar dat is nu heel makkelijk om één te weinig over te slaan. Ik zal even laten zien wat ik bedoel. Deze steek hier, waar ik nu mijn naald in steek, deze hebben we reeds gewerkt. Want dit is de steek, dat is de bovenkant, dat hoort bij de staander. Want je hebt nu je vorige toer heb je aan de andere kant gewerkt, dus je steekjes liggen nu aan de andere kant van je staander dan normaal. Dus als je rechtshandig bent, ligt die aan de linkerkant en als je linkshandig bent, aan de rechterkant. Dus de steekbovenkant zit nu aan de linkerkant. Dus dit hoort bij de staander die we net gehaakt hebben. Dan moeten we nog 1, 2, 3, 4 steken overslaan. Dan is dit de steek die we nu gaan haken. Dus je ziet de eerste daar. Die hebben we dus al gemaakt. Dus dan nog 1, 2, 3, 4 overslaan. En ook weer rol je werk net iets naar voren. Dan kun je heel goed de bovenkant zien zitten. Want dit zijn de steken, dus niet hier. Maar even je werk naar voren rollen. En we gaan in de achterste lus een vaste haken waar mijn naald nu zit. De lus weer vastpakken. Dus die hebben we al. Dan 1, 2, 3, 4 overslaan. En in de achterste lus van de vijfde steek. Even mijn draad strak trekken. Zo. En vaste. En als je deze op de goede plek hebt zitten, dan komt de rest meestal wel vanzelf goed. Dus let even op dat je deze goed hebt zitten. Nou, nog een keer. Dus 5 lossen. 2, 3. 4, 5. Gaan we weer 4 steken overslaan. Dus weer 1, 2, 3, 4 overslaan. En hier in de achterste lus van de vijfde steek weer een vast. Dus je ziet, ik sla daar 4 steken over. Achterste lus van de vijfde steek. En een vaste. Zo. En als het goed is, heb je nu nog 3 steken over. Zie je? 1, 2, 3. Deze derde steek, die gaat eigenlijk een beetje over in de losse opening. Maar die hoort nog echt bij het staandertje daar. Dus je hebt nu nog 3 steken over voor de losse opening. We maken 3 lossen. 1, 2, 3. En dan slaan we die 3 over. We beginnen nu met een herhaling. We gaan hier in deze overgeslagen steek van de toer 86 3 stokjes haken. En zorg ook dat je voor je werk blijft. Dus dat de rest naar achter is gevouwen. 3 stokjes. Dus dat is 1. 2. En 3. Zo. 3 stokjes. Je ziet, je bent echt vrij van je werk aan de achterkant. 5 lossen. 1. 2, 3, 4, 5. Die losse opening die slaan we sowieso over. En gaan we 4 steken overslaan. En hier waar ik mijn haaknaald nu insteek. Dit is de eerste steek die je overslaat. Want ook weer zit voor de staander. Hier is de staander, dus net ervoor. Dus 1, 2, 3, 4 steken overslaan. Hier waar ik mijn naald nu insteek, gaan we dus in de achterste lus in een vaste haken. Dus 4 steken overslaan. En in de achterste lus van de vijfde steek een vaste. Zo. Nou, nog een keer. 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5 lossen. En dan weer 4 steken overslaan. Dus 1, 2, 3, 4 overslaan. En in de vijfde steek, aan de achterkant, een vaste. En dat was 2, moet ik het nog 2 keer doen. Dus 1, 2, 3, 4, 5 lossen. 1, 2, 3, 4 steken overslaan.
En weer in die vijfde steek daar, als je het goed kunt zien. Een vaste. Dan weer 1, 2, 3, 4. Sorry, 5 lossen en 4 steken overslaan. Ja. Dus dan weer 1, 2, 3, 4 steken overslaan. In de vijfde steek een vaste en de achterste lus. Dan weer 4 lossen. 5 lossen. We maken nu 5 lossen. En nu gaan we de laatste 5 steken. En als het goed is, heb je nog 5 steken over. Voordat je bij de losse opening bent. Dus je ziet hier 1, 2, 3, 4, 5. Deze hoort nog bij deze steek. Dus die 5 steken sla je over met deze 5 lossen. Nu gaan we in de overgeslagen steek van toer 86 weer 3 stokjes haken. 1, 2 en 3. Zo. En deze 3 zijn natuurlijk zelfs die 3. Dus dit hele stukje, dus over deze steken, moet je nog 6 keer herhalen. En dan zit je eigenlijk terug aan de andere kant. Net voor de laatste steken en ook de hoek is weer is hoe je de hoek omgaat. Dus doe dit nu met die 3 stokjes en dan die lussen hier. Werk dat nog 6 keer. Ik heb net die laatste 3 stokjes in de laatste opening hier gemaakt. En nu zijn er nog naar de laatste rij steken naar de hoek toe. Die gaan we nu maken. We beginnen met 3 lossen. 1, 2, 3. En dat is belangrijk, je 3 lossen. Want je hebt nu allemaal 5 lossen gehad. Maar hier zijn het er dus 3. Even goed opletten. En we slaan 3 steken over. En sowieso de losse opening. En dan slaan we 1, 2, 3 steken over. In de vierde steek, dat is deze. Dus die 3 slaan we over. Gaan we de achterste lus een vaste haken. Dus even alleen de achterste lus pakken. En een vaste. Zo. Nu weer 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5 lossen. Slaan we 4 steken over. 1, 2, 3, 4. En de achterste lus van de vijfde steek weer een vaste. Je ziet daar 4 steken over geslagen. Nu weer 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. En slaan we weer 4 steken over. Dus 1, 2, 3, 4. En als het goed is, is dat dan ook precies de vijfde steek. Is dan de laatste steek voor de hoekopening. Maar we gaan niet in de steek haken, maar eromheen. We gaan relief vaste achterlangs haken. En ik steek dus mijn haaknaald van de achterkant tussen de laatste en de 1 na laatste steek. Kom je eigenlijk via de 2 losse opening dan weer naar buiten. En relief vaste achterlangs. En dan zie je, daar zie je hem zitten. 2 lossen. 1, 2. En nu gaan we naar de volgende zijkant. En om de eerste steek weer een relief vaste achterlangs. En dit is dan hetzelfde, precies hetzelfde steekje als waar we mee begonnen zijn. Dus als ik nu even alles goed opentrek, zo, dan zie je daar en daar, dus weerskanten van de hoek, dus in de eerste en de laatste steek, zie je een relief vaste achterlangs zitten. En nu ga je hier op deze kant, en trouwens ook de volgende 3, ga je herhalen wat we net gedaan hebben. Als je bij de eerste steek bent, sluit op die steek en laat je draad zitten. Ik laat je zo zien wat ik daarmee bedoel. Ik ben helemaal rond. Nou ja, bijna. Ik heb hier het laatste relief steekje gemaakt. Nog 2 lossen. 1, 2. En sluit nu op de eerste steek. Dat is deze hier met een halve vaste. Zo. En nu kun je hier of gewoon een grote lus trekken. Wat ik vaak doe is, ik zet er even een steekmarkeerdertje in deze lus. Zodat er niks mee gebeurt. Want we gaan eigenlijk de volgende toer met een andere kleur haken. En dan komen we later terug om deze lus op te pakken. En dan gaan we daarmee verder. Dus
even je lus meer veilig stellen, zeg ik dan maar. Dan keer je werk gewoon echt dat je achterkant naar je toe hebt voor de volgende toer. Toer 89, kleur 4 op mijn naald en de achterkant van je werk is naar je toe, dus dat is belangrijk. We gaan werken in de steken van 2 toeren terug, dus dat is toer 87 hier. Dat zijn voor mij de roze steken. En dan zorg je dat die lussen hier, die we in de vorige toer hebben gemaakt, die vouw je echt naar voren, dat je daar achter blijft. Want op die manier, als je dan weer je werk de goede kant naar je toe hebt, dan vallen die achter je werk. Dus vandaar. We beginnen in de hoek met 2 halfstokjes. En de hoek is dus hier de hoek van toer 87. En dan zorg je dat, en hier zie je ook de steek die ik heb vastgezet, dat echt naar voren ligt, dat je daar niet per ongeluk overheen werkt. Dus in die hoek van toer 87 een half stokje, nog een half stokje, 2 losse en weer 2 half stokjes. 1 en 2. Dus dat is je nieuwe hoek. En je ziet dus, je bent echt, die lussen hier, die zitten dus los, die heb je niet meegepakt. Nou, de rechterkant. We gaan de eerste steek overslaan. En dat eerste steekje, die zit helemaal daaronder. Die kun je echt niet zien. Hier, dit eerste steekje dat je echt kunt zien, is eigenlijk al de tweede steek. Daar gaan we beginnen. Dus in deze steek een half stokje. En dit is de eerste van 12. Dus dat is 1, 2, 3, 4. En dan kom je bij steek 5 en hier zit dus nu al een vaste en de achterste lus. En je gaat gewoon doen alsof die er niet is. Dus je pakt de hele steek, je schuift dus eigenlijk die vaste een beetje naar de zijkant om plek te maken. En zo. En dan de volgende steek is ook gewoon een half stokje. Zo. Dus je doet gewoon, je negeert die vaste volledig, die is er gewoon niet. Wat nu gaat gebeuren is als je zo meteen de voorkant weer naar je toe hebt, dan zie je hem niet eens zitten. Hij is helemaal weg. Maar we zijn nog half stokjes aan het haken. En volgens mij is dit hier nummer 10. Dus hier zit ook weer een steek naast. Gewoon negeren, die is er gewoon niet. En ik ben even de tel kwijt, maar ik denk dat ik nog eentje moet hebben. Dus volgens mij is dit nummer 12. Even checken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja, 12 halfstokjes. Nu gaan we een stukje beginnen dat we gaan 8 keer herhalen. Het zijn 4 lossen. 1, 2, 3, 4. En nu gaan we steken overslaan. We gaan sowieso die 3 stokjes hier in het midden overslaan. Maar je ziet, hier heb je nog een vaste, is een half stokje. Je hebt hier nog een steek zitten. Je ziet die steek, daar heb je zitten. En hier aan de andere kant heb je ook de eerste steek. Dus die 2 gaan we overslaan. Dus, dus het midden en dan de eerste steek en de laatste. Dus de eerste steek en de laatste steek. Dus net de 2 steken weerskanten. Die slaan we over. En dan kom je naar de tweede steek, na die 3 stokjes. Daar haken we een half stokje in. Dus dan ga ik hem even... Maar je moet weer achter die lussen blijven. Dus ik trek hem er even zo. Dus die eerste slaan we over. Dat is deze. Ik kom naar de tweede. Hier komt een half stokje in. Zo. Als je hem dan weer zo pakt, zie je het. Zie je dat je die steek hebt overgeslagen. En ook deze hier. Nou, dat was de eerste. We moeten er 23 hebben. Dus dat is 1, 2... 5 heeft dan weer zo'n half. Dus even weer zo'n vaste in de achterste lus. Die slaan we gewoon over. Die is er niet. Haak zo door tot je er 23 hebt. En dan zou je dus nog 1 steek moeten over hebben voor jouw volgende 3 stokjes. Nou, ga nog even zo door. En de laatste. Zo, net zijn er dus 23 half stokjes. Zo, 23 stuks. En ja, nu gaan we dit wat we net hebben gedaan, gaan we dus nu nog 8 keer herhalen. Of nee, nog 7 keer. 8 keer in totaal, precies. Dus 1, 2, 3,
4 lossen. En slaan we deze steek hier over, die 3 stokjes. En de eerste steek na de 3 stokjes, dan komen we naar de tweede. Dus dat is als ik hem even vanaf... Ik moet hem eigenlijk altijd weer even goed pakken. Dus die steek. Zo, en dan kun je dan even controleren door die lossen terug te klappen. Dan zie je, oh ja, ik heb die overgeslagen, dus dat klopt. Dus de eerste en de laatste. En het stukje in het midden. Dat is nu het begin van de tweede herhaling. Dus nu ga je weer 23 stokjes haken en dan weer 4 lossen. Nou, en zo ga je tot het einde. En op je laatste herhaling heb je niet 23 stokjes, maar slechts 13. Want dan ben je al bij de hoek. En dan zie ik je even terug. Ik heb nu 10 half stokjes gehaakt. Hier is de 4 losse opening. Dus ik heb die drie stokjes overgeslagen en de steken weerskanten. En ik heb hier nu 10 half stokjes zitten. Ik moet er nog 3 maken en dan ben je bij de hoek. Dus dat is 1, 2 en vooral de laatste hier, nummer 13. Die zit in deze steek hier. Want die steek heeft dus ook al een relief steekje om zich heen. Maar je werkt even goed in die steek. En dat is 13. En dan zijn we weer bij de hoek. Dus dat is weer hetzelfde als de hoek waarmee we begonnen zijn. En ook weer zorg dus echt dat die lussen allemaal naar voren liggen. Dus 2 half stokjes, 2 lossen en weer 2 half stokjes. En nu gaan we weer op de volgende zijkant verder. Gaan we alles herhalen wat we net gedaan hebben. Ik ga helemaal rond. Op je eerste steek mag je sluiten en weer die lus vastzetten. Dat laat je gewoon nog een keertje zien. Aan het einde van toer 89 ben ik met een halve vaste in de eerste steek. Ga dan nog naar de volgende steek met een halve vaste. En dan nog in de 2 losse opening met een halve vaste. En stop hier weer een steekmarkeertje in en zet hem vast voor over 2 toeren. Toer 90, je hebt de goede kant naar je toe. En we gaan beginnen door het even de lus op te pakken van... 2 toeren terug uit kleur 1. Dus dat is die lus daar. Die pak ik even op mijn naald. En ik vind die steekmarkeerdertjes gewoon echt heel fijn. Want dan gebeurt er niks met die steek. Dan gaat het niet per ongeluk uitrafelen. Je hebt ook steekmarkeerdertjes in je pakket gekregen. Die zijn er natuurlijk ook daar helemaal perfect voor. Nou, we gaan beginnen door om de eerste steek. Je ziet hier is de hoek. Om die hoek. Dus je moet eigenlijk een beetje terug. Om die eerste steek... haken we een relief vaste achterlangs. En dit is hetzelfde idee als 2 toeren terug. Dus hier om die eerste steek. Een relief vaste achterlangs. En als je goed kijkt, daar zit het streepje. Dus daar is de steek. Dat is de eerste steek. Nou, de rechte eerste zijkant. Het lijkt veel op wat we... 2 toeren terug gedaan hebben met die lossen hier aan de achterkant. Daar heeft het veel van weg. We beginnen met 5 lossen. 2, 3, 4, 5 lossen. Slaan we 4 steken over en dan in de achterste lus van de 5e steek een vaste. Nou, hier gebeurt even van alles. Even goed kijken. Hier, kijk, dit is de eerste steek. Daar heb ik net zojuist omheen gewerkt. Dit hier is dit hele gebeuren hier met die halve vaste erin. Dat is steek 2, maar dat is nu natuurlijk eigenlijk de eerste steek, want ik moet er 4 overslaan. Dus dit is 1, dan is dit 2, 3, 4, dan is de volgende steek hier 5, dan werk ik aan de achterste lus een vaste. Zo. Weer 5 lossen, 1, 2, 3, 4, 5. 4 steekjes weer overslaan, dus 1, 2, 3, 4 overslaan en de 5e steek aan de achterkant een vaste. Op dit moment moet je er 1, 2, 3, 4 steken over hebben. En die 4e steek, dat is deze, die rolt eigenlijk een beetje in die losse openingen. We haken 4 lossen, 1, 2, 3, 4... En slaan dan ook die laatste 4 steken hier over. En we komen naar de 3 stokjes hier in kleur 1. Om het eerste stokje haken we 3 relief stokjes
voorlangs, om de middelste 1 en om de laatste ook weer 3. En dat is dan ook het begin van een herhaling. Dus om de eerste haken we 3 reliëfstokjes voorlangs. Dus dat is 1. En de tweede, die mag je er gewoon, eigenlijk, die plaats je er gewoon voor. Dus ze staan hier 3 op een rij. Zo, dus 3 reliëfstokjes voorlangs om die eerste steek. Om de middelste gaat er maar eentje. En om de laatste, derde ook weer 3. Dus 1, 2 en 3. Zo. En nu gaan we weer losse haken en ieder vijfde steek een vaste en achterste lus. We beginnen met 4 los. 5 los. 1, 2, 3, 4, 5 lossen. Sla 4 steken over. Dit hier is steek 1, dus dat is 1, 2, 3, 4. En de achterste lus van de vijfde steek een vaste. Dus je kunt daar zien. Dus dat is de eerste steek. 1, 2, 3, 4. En in de vijfde. Nou, dit doen we 4 keer. Dus dat was 1. Dus nu weer 5 lossen. 2, 3, 4, 5. Sla 4 steek over. Dus dat is 1, 2, 3, 4. En vaste in de vijfde steek. Achterste lus. Dus 2. Dus nu nog een keer. 1, 2, 3, 4, 5. En dan weer 1, 2, 3, 4 steek overslaan. En de vijfde steek een vaste. In de achterste lus. Dan weer 1, 2, 3, 4, 5 lossen. 1, 2, 3, 4 steken overslaan. In de vijfde steek achterste lus. Een vaste. Op dit moment moet je dan, als het goed is, nog 3 steken over hebben. Je ziet hier 1, 2, 3. En dit is weer de derde steek die daar. Die loopt een beetje over in de losse opening. Om die laatste 3 steken over te slaan, mag ik even mijn kleur 4 even naar de andere kant verplaatsen. Het ligt me eigenlijk nu een beetje in de weg. Dus dat heb je ermee als je een tweede bol aan je werk hebt vastzitten. Nou, om die laatste 3 steken over te slaan haken we nu 3 lossen. Dat is heel belangrijk, hier alleen maar 3. Dus 3 lossen. Die laatste 3 steken slaan we over. Dan gaan we op die 3 stokjes hier van toer 88 weer hetzelfde idee doen. Dus weer 3 reliëfstokjes voorlangs om de eerste. 1, en dit is 2, en dit is 3, dan eentje om de middelste, reliëfstokje voorlangs, en hier om de laatste weer 3 reliëfstokjes voorlangs. En dan ben je ook weer op aan het begin van een nieuwe herhaling, want deze stijl reliëfstokjes, Die zijn eigenlijk het begin van een nieuwe herhaling. Want dit hier is natuurlijk precies hetzelfde als dit. Dus wat hier nu allemaal tussen zit. Een waaiertje. Moet je herhalen totdat je aan de andere kant bent. Ik zie je terug wanneer je de laatste 3 stokjes. Deze relief stokjes voorlangs om hebt gehaakt. Ben je bijna bij de hoek. Dan zie ik je terug voor de laatste paar steken en de hoek. Dit punt waar ik nu ben, ik ben hier eigenlijk bijna bij de hoek aangekomen. Ik heb net die laatste serie van reliëfstokjes gehaakt. 3, 1 en 3 om dat laatste schelpje, bloemetje. We gaan nu voor de laatste paar steken 3 lossen maken. 2, 3 lossen. Sla nu 3 steken over en in de vierde, in de achterste lus, haken we een vaste. Dus dat is 1, 2, 3 overslaan. Dus de vierde steek. Achterste lus, een vaste. Dan weer 1, 2, 3, 4, 5 lossen. 4 steekjes overslaan. 1, 2, 3, 4. En in de vijfde steek, achterste lus, een vaste. Dan weer 1, 2, 3, 4,
5 lossen. 4 steekjes overslaan, dus 1, 2, 3, 4. Als het goed is, heb je dan nog 1 steek over voor de hoek. Zie, dus die laatste steek. Om die laatste steek gaan we een relief vaste achterlangs haken. Dus om die laatste steek zo, een relief vaste achterlangs. 2 lossen. 1, 2. En nu weer een relief vaste achterlangs om de eerste steek. Dus eigenlijk net na de hoek. Dus de eerste steek van de volgende zijkant. Dus daar zie je dat steekje zitten. Dus heb je weer weerskanten van de hoek en relief vaste achterlangs met 2 lossen ertussen. En dit is ook weer het begin van de volgende zijkant, want dit is dezelfde steek als de steek waarmee we begonnen zijn. Ga dus zo helemaal rond, sluit op die eerste steek met een halve vaste en ja, zet hem dan ook weer vast. Ja, ik zou er dus weer een steekmarkeertje in zetten. Dus zet die lus vast zodat we op een later moment weer kunnen ophalen. Nou, ga dus nu helemaal rond. En dan zie ik je voor de volgende toer. Toer 91. We beginnen door even die lus op te pakken hier van 2 toeren terug. Van toer 94. Dus die lus. Of nee, het is niet toer 94, het is toer 89. En het is kleur 4. Dus nu gooi ik die 2 getallen door elkaar. Dus kleur 4 van 2 toeren terug. Zo, die pak je even op. En je bent dus in die 2 losse hoeken. Opening. Zo in de hoek. Zo. We beginnen met een nieuwe hoek. Dus zijn 2 lossen. Dat telt als een half stokje. En dan nog een half stokje. 2 lossen. En nog 2 half stokjes in diezelfde hoek. Dus 1 en 2. Dat is je nieuwe hoek. We gaan nu weer zorgen dat we achter die lussen werken. We doen eigenlijk een beetje hetzelfde idee als 2 toeren terug. We werken weer achter die lussen. En als je een steekje tegenkomt wat toevallig al een halve vaste of een vaste in zit, dan sla je die gewoon over. Alsof die, je doet alsof die er niet is, die vaste daar. We beginnen door eerst deze allereerste steek. Die zit helemaal onder de hoek. Die slaan we over. Dan kom je naar de volgende echte steek. Die je makkelijker kunt zien. Dat is de eerste half stokje. Van 11 half stokjes. Dus dat is 2, 3, 4. Hier is nummer 5. En je ziet, daar zit dus ook weer die vaste in. Nou, die negeer je volledig. Je doet gewoon echt alsof die er niet is. 6, dan gaat door tot je er 11 hebt. En dit is nummer 11. 11 half stokjes. We gaan nu aan een herhaling beginnen dat we 8 keer gaan doen. We beginnen met 4 lossen. 3, 4 lossen. Als het goed is, als ik die hier even openmaak, zie je daar nog 2 steken zitten voor die losse opening. Die 2 gaan we overslaan. Die slaan we over. En kom je hier naar die schelp eigenlijk, die V-vorm. En als je hem opentrekt, helemaal de middelste steek. In de voorste lus een vaste. Dit is ook echt de middelste van die 7 steken. Dus als je hem opentrekt, zie je hem een beetje vanzelf zitten. Weer 4 lossen. En nu weer aan deze kant van de schelp. De eerste 2 steken gaan we overslaan. En die eerste die valt eigenlijk een beetje in de losse opening, maar die slaan we over en dus ook de volgende. En de steek hierna is het eerste. En zorg ook weer dat je achter die losse openingen van de vorige toer blijft. Dus dat is de eerste. En dan is dit hier het tweede half stokje. En we maken er 19. Dus dit is 3, 4, 5. Als je er 19 hebt, ben je eigenlijk ook aan het eind van de eerste herhaling. Maar voor nu even 19 half stokjes. En dit is nummer 19. Zo. Maar nu ben je aan het eind van de herhaling. Want als je nu kijkt, zie je, heb je hier weer 2 steekjes over. En dit is dan ook weer het begin van de volgende herhaling. Dus de 4 lossen en de vaste en de
voorste lus. Net zoals we hier gedaan hebben eigenlijk. Dus dit stuk gaan we nu nog 7 keer herhalen. Bij die laatste herhaling maken we niet 19 half stokjes, maar slechts 13. Dus, maar dat is aan het eind van deze zijkant. Herhaal dit voor nu vanaf die 4 losse, herhaal tot het einde. En dan zie ik gewoon voor die laatste paar steken en de hoek weer terug. Ik heb net, ben eigenlijk een beetje bij de laatste herhaling aangekomen. Dus ik heb hier die 4 losse, de vaste en de voorste lus en 4 losse. En nu slaan we hier aan deze kant weer 2 steken over. Dus 1, 2. Hier aan die derde steek een half stokje. En dus nu even goed opletten waar die zit. Als je hem zo pakt. Dus hier dus 1, 2 overslaan en dan in die derde steek. En weer zorg nog steeds dat je de hele tijd achter die losse openingen hier blijft. Het gaat trouwens voor de volgende aantal toeren geldt dat ook. Want we gaan steeds zo heen en weer voorkant, achterkant, voorkant. En dan moeten we dus altijd achter die lussen blijven. We haken 13 half stokjes hier op de laatste herhaling. En vooral nummer 13 wil ik je laten zien. Zo, ik heb er nu 12 half stokjes. En die steek daar is de laatste. Dit is nummer 12. Zo, daar in die steek. En die heeft dus ook al zo'n relief steekje om zich heen. In de hoek weer 2 half stokjes, 2 losse en 2 half stokjes. En dan ben je bij hetzelfde punt waar we begonnen zijn. Dan alles nog een keer herhalen op de volgende zijkant, de volgende 3 zijkanten. Als je bij de eerste steek bent, dan zijn er 2 lossen die aan het begin. Dan mag je opsluiten en ook afhechten. Dus je mag kleur 4 afknippen. Toer 92. Ik ga beginnen door even de werklus hierachter op te halen. Die heb ik natuurlijk nog vastgezet met een steekmarkeerder. Zo, en dan kunnen we verder. Nou, eigenlijk is het idee hier vrij vergelijkbaar met 2 toeren terug. Om de eerste steek na de hoek, relief vaste achterlangs. Dit is dus zeer vergelijkbaar met wat we tot nu toe gedaan hebben. Dan 1, 2, 3, 4, 5 lossen. Ook weer vergelijkbaar met wat we gedaan hebben. En sla dus weer 4 steken over. Nou, die eerste steek, dat is deze. En dus de steek 1, 2, 3, 4 die we overslaan. En de vijfde steek. Achterste lus. Een vaste. En ik pop die lus even naar achteren. Dan weer 5 lossen. 4, 5 lossen. 1, 2, 3, 4 steken overslaan. En steek nummer 5 weer een vaste. Ik ga misschien net een tikje sneller, maar dit is echt precies hetzelfde als wat we tot nu toe gedaan hebben. En dan weer 1, 2, 3, 4 lossen. En sla de laatste 4 steken. Dus die 4 slaan we over. En dan komen we bij de schelp. Nou, de schelp die is dus weer het begin van de herhaling. Op het eerste steekje van de schelp gaan we 2 relief stokjes voorlangs haken. Dus 1 en 2. Op de volgende 1 relief stokje voorlangs. Op de volgende ook 1 relief stokje voorlangs. De volgende, dat is de middelste waar we nu zijn, 3 relief stokjes voorlangs. Die gaan we gewoon voor elkaar zetten. 2 en 3. Dus die gaan zo op een rijtje voor elkaar. Dan op de volgende steek weer 1 relief stokje. Op de volgende ook 1. En hier op de laatste weer 2. Dus 1 en 2. Nu hebben we
die schelp weer, ja, weer wat groter gemaakt. Voor de rechte stuk hier, 5 lossen. 2, 3, 4, 5 lossen. 4 steken overslaan. En ook dit weer is echt hetzelfde als voorheen. Dus 1, 2, 3, 4 overslaan. De vijfde lus. Vijfde steek, achterste lus, een vaste. Dat is 1. 1, 2, 3, 4, 5 lossen. 1, 2, 3, 4 steken overslaan. De vijfde steek, achterste lus, een vaste. Nog een keertje. 1, 2, 3, 4, 5 lossen. En dan weer 1, 2, 3, 4 steken overslaan. De vijfde steek, achterste lus, een vaste. Nou, nu nog 4 lossen. 1, 2, 3, 4. En hier zijn er 1, 2, 3, 4 steken over. Die gaan we overslaan. Dan komen we bij de volgende schelp. En hier gaan we dan weer hetzelfde haken als op de eerste. Dus dit is het begin van de volgende herhaling. Dus op het eerste stokje, of eerste reliëfstokje moet ik zeggen, komen dus 2 reliëfstokjes voorlangs. De tweede eentje. Nou, waar is die nou? Op de derde, hier zo ook eentje. Nou, en dan op de middelste, dat is deze. Nou, daar komen dan weer 3 op en dan weer 1, 1 en 2 op de laatste. Dus dit schelpje hier is hetzelfde als dat schelpje. Dus van het schelpje en deze losse hier allemaal tussen, dit ga je nu herhalen tot op het einde. En dan zie ik je terug als je dit laatste schelpje hebt gehaakt. Dus deze. Net voor de hoek, want dan laat je de laatste losse openingen en de hoek nog zien. Het punt waar ik nu ben, ik heb nu het laatste schelpje gewerkt. En ik heb hier nog deze laatste steken over tot aan de hoek. We beginnen met 2 lossen, dus 1, 2, en sla 2 steken over, dus 1, 2, de achterste lus, de derde steek, een vaste. 1, 2, 3, 4, 5 lossen, 1, 2, 3, 4 steken overslaan, en een vaste in de achterste lus van de vijfde steek. Nog een keer. 1, 2, 3, 4, 5. Dus 4 steken overslaan. Dus 1, 2, 3, 4 steken overslaan. En de laatste steek. Dat is weer dan de steek voor de hoek. Die krijgt een relief vaste achterlangs. 1, 2 lossen. En een relief vaste achterlangs om de eerste steek aan de volgende zijkant. Daar zit ze weer, weerskanten van de hoek. Nou, en nu herhaal weer op de volgende zijkant. Ga dus helemaal rond. En na je laatste 2 lossen sluit op de eerste steek. En dan ook weer de lus vastzetten, zodat we hem later weer kunnen oppakken. Toer 93, achterkant naar je toe, kleur 2 op mijn naald. En we beginnen in een hoek, enige 2 aan losse hoek van 2 toeren terug. Met een half stokje. Eigenlijk deze toer lijkt heel veel op die toer van 2 toeren terug. Dus 2 half stokjes, 2 lossen en 2 half stokjes. 1, 2. We gaan de eerste steek overslaan. Nou, die zit weer heel erg onder die hoek. Dus dat is die slaan we over. Naar de tweede steek. Dus eigenlijk dat is de eerste die je echt goed kunt zien. 2 half stokjes in die steek. Dus 2 half stokjes. Nu op de volgende 9 steken, als ik het goed heb, haken we een half stokje. 2. Die nummer 4 zit weer die vaste en de achterste lus. Negeer die volledig. Je doet gewoon alsof die er niet is. 6 is dan 7.
Is dit 9 of is dit 8? Ik ben eigenlijk een beetje de tel kwijt. Even kijken zo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zie, dit is 8. Ik heb er nog eentje nodig. En dit is 9. Zo. 9 half stokjes. En ook weer zorg inderdaad dat je achter die lussen van de vorige toer werkt. Nou, nu komt weer de herhaling. 6 lossen deze keer. 3, 4, 5, 6. 6 lossen. Eerst de achterkant van de schelp. En de middelste steek. Nou, helemaal in het midden heb je die 3 reliëfsteken. Dus in de middelste van die 3. In de voorste lus. Een vaste. Dus in de voorste lus van die steek. Een vaste. En dus is helemaal in het midden. Dus het allermiddelste steekje. Dan weer 6 lossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan komen we weer naar de steken van de vorige van 2 toeren terug. Slaan de eerste 2 over. Nou, de eerste die gaat eigenlijk een beetje over hier in de losse opening. En dat is de tweede steek die we overslaan. Dus hier de derde moeten we hebben. En ook weer vanaf de andere kant. Dus zeker blijven dat je echt achter die 5 losse openingen blijft. Dus als je ziet, als ik hem even zo doe, die 2 overgeslagen en dan is dat de eerste steek. Dat is de eerste van 15. 15 half stokjes. Dus dat is 2. Hier nummer 3 heeft weer zo'n achterste lussteek. 3. Is dit 4. En gaan door tot we er 15 hebben. En 15. Zo, 15 half stokjes. Dit punt is hetzelfde als dat punt daar. Dus deze 6 lossen ga je nu weer maken. En dat is dus ook de herhaling. Die 6 lossen, die vaste. Nou, en het hele ritje met die 15,5 stokjes tot op het einde. Maar bij de laatste herhaling, bij de hoek, heb je niet 15,5 stokjes, maar slechts 13. Dus dan zijn dat er 2 minder. En dat is ook even het punt waar ik je weer terug zie. Ik ben bijna bij het einde van de laatste herhaling. Ik heb hier zijn die 6 lossen. Nou, ik heb alvast 10 half stokjes. We moeten er nog 3. Want het is op die laatste herhaling. Dus 11, 12 zo, en 13. Dus die laatste valt aan de laatste steek. En dan heb je dus 13 half stokjes. Nou, nu zijn we bij de hoek. En dat is weer dezelfde hoek als waarmee we begonnen zijn. Dus 2 half stokjes, 2 lossen. En 2 half stokjes. 1. En nu zijn we dus weer begin van de volgende zijkant. Herhaal dus nog 3 keer. Sluit op jouw eerste steek met een halve vaste. En ga dan ook met een halve vaste naar de volgende steek en naar de losse opening. Dit is dus precies hetzelfde als 2 toeren terug. Dus naar die losse opening en zet dan de lus vast, jouw werklus vast met een steekmarkeerder. Dat je hem later weer kunt oppakken. Toer 94. We beginnen door de lus hier aan de achterkant. Met zit kleur 1 om die weer even op te pakken. Zo. Eerst mijn werkdraad. En deze toer is zeer vergelijkbaar met wat we voorheen hebben gedaan. Je hebt ook trouwens de goede kant naar je toe. We beginnen door weer om de eerste steek in relief vaste achterlangs te haken. Dus echt die eerste steek. Zo, en even goed kijken, maar daar zit je, zo'n relief vaste achterlangs. Dus om die eerste steek daar. Nou, 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5 lossen. Slaan we 4 steken over. Nou, dat is dus de eerste steek. En dus dan 1, 2, 3, 4 overslaan. En in de 5e achterste lus een vaste. Dan weer 5 lossen. 3, 4, 5 lossen. Weer 4 steekjes overslaan. 1, 2, 3, 4. En de 5e steek. Een vaste. Dan weer 5 lossen. 3, 4, 5. En als het goed is, heb je nu nog 1, 2, 3, 4 steken over. En die 4 gaan we overslaan. Dan komen we weer naar de schelp. Om de schelp
gaan we weer allemaal reliëfsteken haken. De eerste krijgt 3 reliëfstokjes voorlangs. Je moet een beetje draaien. Hier zit de eerste steek. Daar. Om dat eerste stokje 3 reliëfstokjes voorlangs. Dus 1. Je mag je gewoon weer voor elkaar plaatsen. 2. Een beetje oplijnen. En 3. De volgende 3 krijgen alle 3 1 stokje, relief stokje voorlangs. Dus 1, 2 en 3. De volgende 3, dit zijn de 3 die hier precies in het midden zitten. Het zijn ook om die ene steek van nog twee rijen terug. Die 3 krijgen een relief dubbel stokje, dus 2 keer omslaan. 1, 2 keer omslaan voor de tweede. 2 keer omslaan voor de derde. De volgende 3 steken, dat zijn deze 3. Relief stokjes, gewoon weer stokjes. 1 om elk. Dus 1. En 3. Dan is er nog de laatste. Die krijgt weer 3 reliëfstokjes voorlangs om die ene steek. Dus 1, 2 en 3. Zo. Dus dat is de hele schelp. Nou, nu hebben we weer die, het rechte stukje. Weer 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5 lossen. Slaan 4 steken over. Dat is de eerste steek. Dus dat is 1, 2, 3, 4 steken overslaan. En hier op de 5e steek achterste lus en vaste. Dan weer 5 lossen. 1, 4 steken overslaan, de 5e steek, achterste lus en vaste. Weer 5 lossen. En als het goed is, zijn er nu nog 5 steken over. Steken een beetje verplaatsen. En die gaan we dan allemaal overslaan. 1, 2, 3, 4. En nummer 5 valt een beetje in de losse opening. Dus die 5 slaan we over. Dan zijn we weer bij het volgende schelpje. En hier haak ik dan weer 3 relief stokjes op de eerste steek. Dus dit is gewoon weer het begin van het volgende schelpje. Dus die maak je dan ook weer precies zoals de eerste. Nou, dit schelpje en deze lussen herhalen tot op het einde. Ik zie het terug eigenlijk naar de laatste schelp. Als je die laatste schelp hebt gehaakt, die laatste 3 relief stokjes, dan zie ik je terug voor de laatste paar steken en de hoek. Ik heb zojuist de laatste schelp gehaakt. Ik ben bijna bij de hoek. Nou, na die laatste schelp 3 lossen. Dus 1, 2, 3 lossen. En dan slaan we 2 steken over. Dus 1, 2 overslaan. En hier op de derde, de achterste lus, een vaste. Dan weer 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5 lossen. 4 steken overslaan. 1, 2, 3, 4 overslaan. De 5e, achterste lus en vaste. Dan weer 1, 2, 3, 4. En 5 lossen. En dan is het 1, 2, 3, 4 steken overslaan. Dus nog 1 steekje over. En die laatste steek weer achterlangs en relief vaste. Oh, wacht even nog een keer. Die schoot even te vroeg los. Een relief vaste achterlangs om die allerlaatste steek. Dan weer 2 lossen. En dan een relief vaste achterlangs om de eerste steek aan de volgende zijkant. Dan heb je dus weer weerskanten van de hoek een relief vaste achterlangs gemaakt. En de 2 lossen ertussen.
Maar dit is het begin van de volgende zijkant. Dus doe dit nog 3 keer. Na je laatste 2 lossen sluit op de eerste vaste. En dan zet ook weer jouw werklus vast met een steekmarkeerder of trek op een grote lus. Doe een 95. Pik even de werklus op van 2 toeren terug. Dat is kleur 2. Die pak ik weer even op. En zo. En we hebben inderdaad de achterkant naar ons toe. En nu gaan we weer vooral half stokjes haken. En we gaan ook de schelp hier gaan we vastzetten. Dat doen we in deze toer. We beginnen met 2 lossen. Dat is een half stokje. En dan in die losse opening nog een half stokje. 2 lossen. En nog 2 half stokjes. Dus het is hetzelfde als 2 toeren terug. Dus 2 half stokjes, 2 lossen, 2 half stokjes in die opening. En die hoekopening. De zijkant. Slaan de eerste steek over. Nou, dat is fijn, want die zit weer helemaal onder de hoek. Dan kom je naar de tweede steek. Dat is de eerste van 10. 10 half stokjes. 2, 3, 4. En de laatste. Zo. 10 half stokjes. Nog 2 over hier. Deze 2 steekjes slaan we over en dan komen we naar de schelp. Die staat, dat zijn al die steken hier. Daar gaan we nu allemaal relief steken voorlangs op haken. Even een beetje naar voren halen om de eerste, die steekt daar een relief stokje voorlangs. En dat stokje haakt die zo strak je kunt, dat de ruimte tussen die laatste steek en deze steek hier eigenlijk zo klein mogelijk zijn. Dus ik ga mijn draad even goed vasttrekken. En ook vasthouden. Zo. Dus dat er zo weinig mogelijk ruimte is. Dus dit is het laatste half stokje en deze eerste relief stokje voorlangs. Dat was de eerste. We doen er nog 2. Dus op de volgende steek een relief stokje voorlangs. En op de steek daarna een relief stokje voorlangs. En die mag je weer gewoon haken. Dit zijn 3 relief stokjes voorlangs. En op de volgende 3 een relief half stokje voorlangs. Dus 1, 2 en zo, 3. De volgende 3, en dit moeten de middelste 3 zijn. Dus als je even zo kijkt, zie je, oh, dat zijn de middelste 3. Die krijgen een relief vaste voorlangs. Dus 1, 2. Volgende 3, deze 3, krijgen we een relief half stokje voorlangs. 1, 2 en 3. En op de laatste 3 een relief stokje voorlangs. 1, 2. En 3. Dan heb je op ieder steek van het schelpje een relief steekje gemaakt. Komen we weer naar het rechte stuk, zeg maar. We gaan weer de eerste 2 steken overslaan en op de derde steek een half stokje. En ook weer zorg dat je achter die losse openingen blijft. Dus dat is 1. Ik heb 2 steken overslagen en de derde. Dat is 1. En dan maken we 11 half stokjes, dus 2, 3, 4 en 11. Zo. Ja, nu zijn we weer eigenlijk op het punt om aan de volgende schelp te beginnen. Dus we hebben hier nog 2 steekjes over. Nou, die gaan we weer overslaan. Even die schelp er een beetje bij halen. Om die eerste steek dan weer een relief stokje. Vanaf het schelpje en deze 11 steken herhaal dit tot op het einde. En op je laatste herhaling heb je niet 11 half stokjes, maar 13. Maar ik zie je dan zie ik je even terug gewoon bij de hoek voor de laatste steken en ook de hoek. Ik ben bijna bij het einde. Ik heb net nog een herhaling gedaan. Dus hier zijn die steken op het laatste schelpje en dan die 11 half stokjes. Er zijn nog 2 steken over.
Op die laatste twee steken nog een half stokje. Twee. Dan heb ik dus 13 half stokjes in totaal. En dan de hoekopening. Dat zijn twee half stokjes. Twee losse. En twee half stokjes. En dan begin je aan de volgende zijkant met de volgende herhaling. Dus ga je hier weer verder. Ga dus nog helemaal rond, dus nog drie keer. En sluit op de eerste steek. Dat gaat die twee losse zijn waarmee we begonnen zijn. Sluit op die steek. En dan mag je ook je draad afknippen. Doe 96. Ik heb de goede kant naar me toe. Die hebben we ook vanaf nu naar ons toe voor alle toeren. En pak kleur 1 op hier aan de achterkant. Heb ik hem nog vastzitten. De steekmarkeerder, die pak ik even. Zo, even oppakken. Zo, kijk. En dan komen we naar de losse opening, of de hoekopening hier van de vorige toer. Komen we met een halve vaste naar de losopening. Zo. Nou, de zijkant, deze zijkant, of eigenlijk de hoek. We beginnen met 5 lossen. De eerste 3 lossen zijn een stokje. Dan nog 2 lossen en een stokje in dezelfde opening. Ze zijn dus 5. Ja, 5 lossen achter elkaar. De zijkant. We gaan 1 steek overslaan. Dus die slaan we over. Kom naar de volgende steek. En dan maken we een V-steek in. Dat is een stokje. 1 losse. En een stokje. Slaan we 2 steken over. Dus 1, 2 overslaan. En weer een V-steek. Dus een stokje. 1 losse. En een stokje. En dit gaan we nu herhalen tot het einde. Dus 2 steken overslaan. En dan weer een V-steek. Dus een stokje. 1 losse. En een stokje. Dat herhalen we tot het einde van deze eerste zijkant. Dus ga nog zo. Ik maak nog een sprong in de video. Ga gewoon even zo door. Dan zie ik je terug wanneer je nog 1 V-steek moet maken. Dan heb je er een stuk of 73 gemaakt. We gaan er in totaal 74 van deze V-steken maken. Dus we gaan nu nog even door. Dan zie ik je aan de andere kant. Ik heb nu 73 van die V-steken gehaakt. Dan ben ik bijna bij de hoek. Op dit moment zijn er nog een aantal steken over. Ik moet nog 1 V-steek haken. Dus 1, 2 steken overslaan. En deze steek komt aan de laatste V-steek. Dus dat is een stokje, 1 losse. En een stokje. En de laatste 3 steken, er zijn nog 3 steken over voor de hoek, die slaan we over. En in de hoek komt een stokje, 2 losse en een stokje. Zo, dat is de nieuwe hoek. En nu zijn we gereed voor de volgende herhaling op de volgende zijkant. Dus dit nog 3 keer doen. En dan sluiten we op de derde van de 5 lossen. En dan op een halve vaste naar de 2 losse opening toe. Maar dat laat je zien zodra we daar zijn. Ik ben aan het eind van de toer mijn laatste V-steek gehaakt. En dan moet je nog op die laatste steekje, of eigenlijk op die eerste steek, een halve vaste maken. Dus die 3 losse, dus hier aan de bovenkant, dus de derde van die 5. Een halve vaste. Dan gaan we ook met een halve vaste naar de losse opening. Zo. En dan zijn we klaar en kunnen we beginnen met de volgende toer waar we nu zijn. Toer 97, nog steeds de goede kant naar me toe. In deze toer gaan we parelsteekjes haken. We zijn nu in die 2 losse opening. Begin met 2 losse. Deze 2 losse tellen als een half stokje. En dat is ook het begin van de parelsteek. Dus omslaan. Om het steeltje heen, om de staande, die lus ophalen, weer omslaan, om de staande heen. 5 lussen op een naald, nou die zijn een beetje, ja die zijn klein, maar omslaan en door ze allemaal heen halen. Dat is de eerste parelsteek. 2 lossen, dat is de nieuwe hoek. Dan in dezelfde opening nog een parelsteek, dus in die opening beginnen we met een half stokje. En dan lus om,
om de naald, om die staan er weer. Dus om het stom. Dus één keer. En twee keer. Je moet echt je vinger op die lussen houden, anders gaan die allemaal de verkeerde kant op. En doorhalen. Eén losse. Aan de zijkant slaan we het eerste stokje over en we komen naar de V-steek. Hier is de V-steek en we gaan op het eerste stokje van die V-steek gaan we een parelsteek haken. Dus op het eerste stokje een half stokje. Eerste stokje van de V-steek, een half stokje. En dan weer omslaan. Dus 1. 2 en dan allemaal doorhalen. 1 losse. En dan komen we naar de volgende V-steek. En weer op de eerste stokje van die V-steek. Een half stokje, dat is het begin van de parel. Omslaan. 1. 2. En doorhalen. En 1 losse. En zo gaan we nu door. Gaan we op elke eerste stokje van een V-steek een parelsteek haken. En telkens 1 losse ertussen. Zo gaan we deze hele zijkant maken. En die parelsteekjes die kosten gewoon een beetje tijd. Dus neem hier ook gewoon rustig de tijd voor. En dan zie ik je terug aan het eind van deze zijkant. Wanneer je er, ja, wanneer ze bijna allemaal hebt gehad. En als er nog 1 V-steek over is. Dan zie ik je terug. Voor nu een parelsteek telkens op het eerste. Je zit hier op het eerste V'tje. Op het eerste stokje van de V-steek. Ga zo door en dan zie ik je terug op het einde. En onthoud ook vooral die 1 losse ertussen. Ik ben bijna bij de hoek. Ik heb hier die laatste parelsteek gehaakt. 1 losse. En ik moet nog 1 parelsteek in de laatste V-steek haken. Dus hier moet nog een parelsteekje in. Dat is een half stokje. En om het stokje heen zo 1 keer. 2 keer omslaan. Allemaal eraf. 1 losse. En nu is er nog 1 stokje over voor de hoek. En op dat laatste steekje ook een parel. Dus en een half stokje. Om 1, 2, allemaal afhalen. Nog 1 losse en dan komen we bij de hoek. In de hoek haken we 2 parelsteken met 2 losse ertussen. Dus dit is een half stokje. En dan weer 1, 2 keer eromheen. Eraf. 2 losse, 1, 2 en dan in diezelfde opening nog een parel. En dan 1, 2 keer en er allemaal af. Zo. En nu heb je dus in de hoek 2 parelsteken, 2 losse ertussen. Nou, dan ben je weer, kun je weer aan de volgende zijkant beginnen. Dus al die parelsteken herhaal het ook aan je volgende 3 zijkanten. En dan sluiten we op de eerste steek met een halve vaste. Ik laat je dat even zien, want dat is misschien een beetje lastig. Maar voor nu ga gewoon helemaal rond en dan zie ik je net voor het einde. Ik ben helemaal rond. Ik heb de laatste parelsteek gemaakt. Nog even 1 losse. En nu sluiten we op de eerste parelsteek. Nou, hier binnenin zit tussen 2 losse en daar sluiten we op. Je kunt die 2 lossen ook een beetje naar boven trekken en er dan eigenlijk haast onder sluiten. Dus op die eerste parelsteek vind ergens een plekje waar je een halve vaste kunt maken. En dan met een halve vaste naar de losse opening. Zo. En dan kunnen we de volgende toer beginnen. Toer 98. We gaan nog steeds verder met kleur 1. En dit is eigenlijk gewoon een lekker ontspannen toer. De hoek is 2 half stokjes, 2 losse en 2 half stokjes. Het eerste half stokje is natuurlijk 2 losse.
Dan nog een half stokje. Twee losse. En dan weer twee half stokjes in diezelfde opening. Dus twee half stokjes, twee losse. Twee half stokjes. Nou, en dan op de rechterkant. In ieder een losse opening, en dat is dus echt tussen de parels, gaan drie half stokjes. En dat is hem. Zo ga je de hele toer rond. Drie half stokjes in iedere losse opening tussen de parels. En dit is ook een hele fijne toer dat als je steekaantallen niet helemaal kloppen, je hebt er ergens te veel of te weinig, dan kun je gewoon makkelijk hier een extra half stokje bijhaken of juist weglaten, net wat je nodig hebt. Dat je stekenaantallen weer kloppen. Dus en drie half stokjes in ieder losse opening tussen de parels. Ga helemaal rond. In de hoeken zijn er twee half stokjes, twee losse, twee half stokjes. En dan wanneer je helemaal rond bent, je laatste drie half stokjes in deze opening hier haken. Dan sluit je op die eerste steek met een onzichtbare sluiting. Dus met je naald, dan sluit je op die laatste steek. Dus dat hebben we al vaker gedaan. Nou, ga dus lekker ontspannen haken deze toer en ga zo helemaal rond. Toer 99, kleur 6 op mijn naald. En we beginnen een enige hoekopening met een vaste. Twee losse. En nog een vaste. Zo. Vaste, twee losse en vaste. Dat gaan we in elke hoek maken. En nu aan de zijkant een relief vaste achterlangs om elke steek. De eerste altijd even goed pakken. Dus de eerste. En dan volgt de rest eigenlijk meestal vanzelf. Dus twee. Eerste. Derde, dus nou gewoon een relief vaste achterlangs om elke steek. En als je bij de hoek komt, is het dus een vaste, twee losse en een vaste. En zo ga je helemaal rond. En als je weer terug bij de eerste steek bent aangekomen, sluit op die steek en dan mag je ook afhechten. Toer 100. Ik heb kleur 5 op mijn naald en we hebben de kleinere van de twee. Dus dit is haaknaald B. Dat is belangrijk. Die gebruik je nu en ook trouwens tot het einde. We beginnen in hoekopening van de vorige toer met een vaste. Twee losse. En nog een vaste. Dus een vaste, twee losse en een vaste. De zijkant. Twee losse. 1, 2 losse. En dan gaan we de eerste twee steken overslaan. Dus dat is deze steek en die steek. En de steek erna een vaste. Dus in de derde steek. Dus die twee die je hebt overgeslagen en de derde steek een vaste. En twee losse. 1, 2 losse. Eén steekje overslaan, één steek overslaan, de steek erna een vaste. Weer twee losse, één steek overslaan en een vaste. En zo ga je nu door met telkens twee losse, één steek overslaan en een vaste, tot je bij de andere kant bent. Ik zie je eigenlijk gewoon aan het einde van deze zijkant, dus we bijna bij de volgende hoek zijn. Dus voor nu ga even door met twee losse, één steekje overslaan en een vaste tot je bijna bij de hoek bent. We zijn bijna aan de andere kant, bij de hoek. Hier de laatste vaste gehaakt. Nog twee losse. Sla de volgende steek over en in de één na laatste steek een vaste. Heb je nog één steekje over. Twee losse. Dan slaan we dus die laatste steek mee over. En dan in de hoek weer een vaste. Twee losse. En een vaste. En nu kunnen we aan de volgende zijkant beginnen.
Doe het dus helemaal rond, dus deze zijkant nog 3 keer herhalen. Sluit op de eerste vaste, die staande vaste met een halve vaste. En dan laat ook de draad zitten. Toer 101. Ik ben nu in de eerste steek van de vorige toer. En daar beginnen we ook weer. Gaan we gewoon verder. 1 lossen. Dit telt niet als een steek. In de hoekopening. Een vaste. 2 lossen. En een vaste. Dus dat is de nieuwe hoek. Voor de zijkant. Beginnen we meteen met de herhaling. Dat zijn 2 lossen. Slaan de volgende vaste over en kom naar de losse opening en een vaste in die opening. En zo gaan we door tot de andere kant, tot bij de volgende hoek. Dus 2 lossen en een vaste in de losse opening. En deze toer gaat ook weer lekker snel. Dus ga zo door tot je aan de andere kant bent. En laat je nog even weer gewoon de laatste paar steken zien. Ik ben bijna aan de andere kant. Hier is de hoekopening. We hebben een vaste gehaakt. Nog 2 lossen. Ik heb nog 1 losse opening hier. Daar gaat weer een vaste in. En 2 lossen. Slaan we de laatste vaste over. En dan in de hoekopening weer een nieuwe hoek. Dus dat is een vaste. 2 lossen. En een vaste. Zo. En nu kunnen we weer verder met de volgende zijkant. Ga helemaal rond. En op jouw eerste steek, dus de eerste vaste, haak je een halve vaste. Dus om deze toer weer af te sluiten. En zet dan ook je lus vast met bijvoorbeeld een steekmarkeerder of trek op een grote lus. Want deze werklus gaan we op een later moment weer oppakken. Toer 102, kleur 1 op mijn naald. En we beginnen in enige hoekopening, maakt niet uit welke je nu kiest. We beginnen daar in midden de hoek, dat is een vaste. 2 lossen. En nog een vaste in diezelfde hoekopening. Zo. Dan de zijkant. We slaan de eerste steek over. Nou, dat is nou weer dat steekje precies daar. Dat steekje slaan we over. We komen naar de losse opening. En daar haken we de eerste van 5 steken. Dus in deze opening is één vaste. We gaan vaste haken trouwens. Dus dat is 1. Dan op de volgende steek, dat is de vaste, haak je nummer 2. In de losse opening nummer 3. Hier op de vaste is nummer 4. En weer de losse opening is nummer 5. Dus het waren 5 vaste. We gaan nu een 3 dubbel stokje haken. En daarvoor gaan we terugkomen naar de steken van toer 99. Nou, die zijn bij mij hier in het lichtgroen. Die lichtgroene steken hier. Maar helemaal aan het begin zie je 2 vaste. Of ja, die tweede is eigenlijk een relief vaste. Maar die 2 steekjes. Die tweede, die moeten we hebben. Daar gaan we een 3 dubbel stokje in haken. Dat betekent 1, 2, 3 keer omslaan. En vouw nu je werk een beetje en draait naar de zijkant. Dat je echt van achteren in die steek kunt steken. Dat is gewoon omdat het makkelijker is. Het is niet zozeer dat het fout is om het op een andere manier te doen. Maar dit is eigenlijk vooral de makkelijkste manier. En dan 1... 2, 3, 4 keer afhalen. Zo. Je ziet dus de eerste steek is overgeslagen, dus in de tweede. Slaan we hier aan de achterkant een steek over. Dat is dus de volgende vaste en kom naar de losse opening. En hierin is dan weer de eerste van 5 vaste. En dat is ook eigenlijk de beginning van de volgende herhaling. Dus dat is die vaste, dat is 1 op de vaste. 2, in de losse opening is 3, op de vaste weer is 4, in de losse opening is 5.
Nu gaan we weer terugkomen naar toer 99. We slaan de volgende twee overgeslagen steken over. En we komen naar de derde. Dus deze derde open steek hier. Ja, daar gaan we weer zo'n driedubbel stokje in haken. Dus dat is 1, 2, 3 keer overslaan. Je werk een beetje draaien, vouwen. Je van de achterkant in die steek kunt insteken. Pak een lus op en afhaken. Dat is 1, 2, 3, 4 keer afhalen. Zo. Weer een steek aan de achterkant overslaan. Dus deze. En dan kom je naar de losse opening voor een vaste. En dat is de eerste van 5. En dat is weer het begin van de volgende herhaling. Die doe ik nog een keer met je. Dus dat is 1. Dit is 2. 3, 4, 5. Zo, 5 vaste. Dan weer 1, 2 overgeslagen steken overslaan. Dan kom je naar de derde hier, op toer 99. Daar komt weer een relief, gewoon een driedubbel stokje in. Dus dat is 1, 2, 3 keer omslaan. Dus gewoon een driedubbel stokje. En dan je werk weer een beetje, ja, draaien, vouwen, van achteren in die steken komen. En dan 1, 2, 3, 4 keer afhalen. Dan weer een steekje overslaan, dat is natuurlijk de volgende vaste. En kom naar een losse opening voor de eerste van weer 5 vaste. Dus ik heb nu deze herhaling nu, ja, eigenlijk 2 volle keren met je gedaan. Dus herhaal dit, dus die 5 vaste en dan deze lange driedubbel stokje. Herhaal dit tot je bijna bij de hoek bent. Dan zie ik je weer terug als je deze laatste lange steek hebt gemaakt. Dan zie ik je terug voor de laatste paar steken en de hoek. Bijna bij de andere kant, bij de hoek. Ik heb net die laatste lange steek gehaakt. Deze vaste slaan we over. Kom naar de 2 losse opening. Haak daar een vaste in. En op de laatste steek hier ook een vaste. Dus dat zijn 2 vaste nog op het einde. En dan de hoek is weer een vaste. 2 losse. En een vaste. Zo. Nou, en dan herhaal op de volgende zijkant. Ga helemaal rond. Sluit op jouw eerste steek, dat is die vaste aan het begin. Sluit daarop met een halve vaste. En ga dan ook met een halve vaste naar de losse opening. En zet dan je lus vast voor de volgende keer. Toer 103. Even de lus hier aan de achterkant even oppakken. Dit is kleur 5. Die had je vastgezet 2 toeren terug. Dus die lus die pak ik even op. We komen naar de hoekopening met een halve vaste. Nou, even die hoek open trekken. Naar die hoekopening met een halve vaste. 1 losse. En nu een nieuwe hoek. Dat is een vaste. 2 losse. En een vaste. In die hoekopening. Voor de zijkant. 2 losse. Dan slaan we 2 steken over. Dus de eerste en de tweede. Dus die 2 slaan we over. Kom naar de derde voor een vaste. 2 losse. Sla 1 steek over. En dan een vaste. Weer 2 losse. Sla 1 steek over. En een vaste. En zo gaan we nu door. Eigenlijk tot we aan de andere kant zijn. En deze toer is natuurlijk heel vergelijkbaar met wat we eerder hebben gedaan. Dus telkens 2 losse, 1 steekje overslaan en dan een vaste. Dan zie ik je terug als we bijna bij de hoek zijn. Bijna aan de andere kant. 2 losse, sla 1 steek over en een vaste. 2 losse, sla de laatste steek over. En dan in de hoekopening een nieuwe hoek. Dus dat is 1 vaste, 2 losse en een vaste.
En dan kunnen we de volgende zijkant beginnen. Dus ga zo helemaal rond. Als je weer bij het begin bent, sluit op de eerste vaste met een halve vaste. En ga dan naar de hoekopening met nog een halve vaste. En dan laat je ook je draad zitten. Toer 104. Dit is een herhaling van toer 101. Dus een paar rijen terug. Okay, laat hem even snel zien. Dat is één losse. Je bent nu in de hoekopening met die halve vaste. Dan een vaste, twee losse en een vaste. En dan zijn het weer twee losse en een vaste in iedere losse opening. Met weer twee losse ertussen. En zo ga je helemaal rond. In de hoek is het een vaste, twee losse en een vaste. Maar in principe is deze toer dus precies hetzelfde als wat we al eerder gedaan hebben. Dus ga gewoon lekker helemaal rond. Wanneer je terug bij de eerste steek bent, sluit op de eerste steek en mag je ook afhechten. Toer 105, laatste toer van de deken. Ik ga kleur 1 even ophalen. Die zit hier aan de achterkant nog. Die had je nog vastgezet. Dan komen we naar de 1 losse opening van de hoek met een halve vaste. 1 losse. En nu in de hoek een nieuwe hoek. Dus dat is, even goed insteken, zo ja. Een vaste, twee losse en een vaste. Zo. Dat is je nieuwe hoek. Vaste, twee losse en een vaste. De rechterkant. We beginnen met 4 vaste in de eerste steek. En de eerste is meteen hier in die eerste steek. Dus dat is 1. En de tweede is een losse opening. 2, derde en de vierde is weer ook weer in de losse opening. Dat zijn 4 vaste. Dan gaan we weer een driedubbel stokje haken en die haken we in het driedubbel stokje van een paar toeren terug. Maar daar zit reeds een vaste in. Maar dat is geen probleem, we gaan het er gewoon naast haken. Dus 3 keer omslaan. In dat 3 dubbel stokjes steken en gewoon naast die vaste en dan haken we die lange steek af. Zo. Aan de achterkant slaan we nu een vaste over, dat is deze. Dan komen we naar de losse opening ernaast en dat is de eerste van 5 vaste. Dus 1, 2, 3 is weer een losse opening. 4 is op een vaste en 5 is ook weer in een losse opening. Zo. Komt er weer een lange steek, dus weer een driedubbel stokje in het driedubbel stokje van een paar toeren terug. Hier gewoon naast die vaste die er reeds zit, geeft helemaal niks. Plek genoeg. En afhaken de steek. In de losse opening een vaste. En dat is weer de eerste van 5. En zo gaan we dus door tot het einde. Telkens 5 vaste haken. In een steek of een losse opening. En dan een driedubbel stokje. Dus 3 keer omslaan. Op de steek van een paar toeren terug. Van toer 102. En zo ga je door tot je aan het einde bent. En dan zie ik je weer even terug, gewoon voor de laatste paar steken. Dus als je het laatste driedubbel stokje hebt gehaakt, dan, dus je ziet dat ieder driedubbel stokje van toer 102 krijgt ook weer een driedubbel stokje. Dus ga zo door en als je aan de andere kant bent, dan zie ik je even terug. Ik heb het laatste driedubbel stokje gehaakt. Aan de achterkant natuurlijk weer een steekje overslaan. En de losse opening, de eerste van 5 vaste. Dit is het laatste deel van de laatste herhaling. 3, 4, 5 vaste. En als het goed is, zijn er nu nog 3 steken over. Je ziet de vaste, losse, vaste. En op die ga je op alle 3 ga je 1 vaste haken. Dus op de vaste, in de losse opening en op de vaste. Dan bij de hoek, dus maak je weer een nieuwe hoek. Dus dat is een vaste, twee losse
En even goed insteken. Een vaste. En dan ben je op het punt dat je weer precies hetzelfde op de volgende zijkant doet. Nou, ga helemaal rond. Inmiddels is het deken echt wel van een aanzienlijk formaat. En wanneer je bij de helemaal rond bent bij je eerste steek, dan mag je op afhechten, je draad afknippen en dat was dan je laatste toer. Als je helemaal rond bent, werk je laatste draadjes weg en dan ben je helemaal klaar. Dankjewel dat je met me meegekomen bent op deze reis en ik hoop je weer terug te zien voor een nieuw project.